Goeiedag, Telegraaf vandaag van maandag 28 september, de dag dat we horen dat er water stroomt op Mars. Brekend nieuws natuurlijk, dat bekend werd gemaakt door de NASA. Mars is not the dry, arid planet that we thought of in the past. Today we're going to announce that under certain circumstances, liquid water has been found on Mars. Geen gordroge boel, maar soms dus water op de planeet naast ons. Bij mij in de studio Willem Schouthuis voor u de krant van morgen aan het maken. Willem, ja, het is letterlijk fantastisch nieuws. Spectaculair baanbrekend en ik heb het altijd al geweten natuurlijk. Ja, je wist het al. En gehoopt. Nee, ik heb het altijd op gehoopt. Dat soort dingen. Ja. Weet je, als jongensboek is het eigenlijk. Hè? Of een spannende films. Tuurlijk. Van vroeger over Life on Mars, H.G. Wells, noem het allemaal maar op. Ja, het lijkt er allemaal van te komen. Bibliotheken vol, zijn ja, er zeker. Al over geschreven, ja. Films. Wat hebben ze nou precies ontdekt? Want hij zei, soms is er dus water. Precies, hij zei het. Ja, dat interessante vond ik meteen al, wist ik niet, dat er seizoenen zijn op Mars. Dus een gedeelte van het jaar, als de Mars iets dichter bij de zon staat, dus in het zomergedeelte, dan kun je in die, dan is het ongeveer tussen de 0 en 10 graden op de planeet. Op in ieder geval een deel van de planeet. En dan sijpelt er waterachtige substantie langs de rotsen naar beneden. Okay. Dus er zijn geen valleien. Rivieren of meer? Nee, rivieren moet je niet aan denken. Het is dus een soort een substantie, een waterachtige substantie met heel veel zout erin. Waardoor ook het water niet meteen bevriest. Want meestal is het, de lucht is heel ijl en het is koud daar. Maar doordat er zoveel zout in zit, blijft het dus in de zomer. Een tijdje vloeibaar. Ja, nou, super spannend. En de grote vraag is natuurlijk nu: is er ook leven op Mars? We now have, I think, great opportunities to be in the right locations on Mars to thoroughly investigate that. And I think the reoccurring slope lineae with the actual water on the surface allows us, with surface mobility that we have in our assets now and in the future, to be able to go over to thoroughly investigate that and indeed look for life and then make that positive identification. Hij weet het nog niet helemaal zeker. Houdt nog een slag om de arm, maar hij lacht er wel bij. Hij is een wetenschapper natuurlijk, zo hoort het ook. Ja. Heel zakelijk en serieus. Maar goed, ja, ze gaan het onderzoeken, zei hij al. Hè. Er is die Mars rover, die is nog steeds op Mars, de Curiosity. Ja, die sturen ze natuurlijk rechtstreeks naar die plek toe, waar het straks zomer is. In 2012 of zo aangekomen, ja, een paar jaar geleden. Ja, die hobbelt nog steeds rond. Mm-hmm. Wat ik interessant vond, onze collega van de wetenschapsredactie heeft even wat Nederlandse wetenschappers die met dit probleem bezig zijn gebeld. En er zijn op de aarde soortgelijke substanties, dus zoutmeren in Siberië, waarbij de condities hetzelfde zijn als op Mars nu zijn gevonden in dat zoutachtige water. Mm-hmm. En daar in Siberië leven wel micro-organismen. Dus, en die kunnen ook, en dat vond ik heel interessant om te lezen, of te horen van mijn collega, die kunnen ook ineens tot bloei komen als de omstandigheden gunstig zijn en zichzelf weer voortplanten. Dus dat, als de omstandigheden hetzelfde zijn, zou je moeten zeggen, ja, dat zou het ook moeten kunnen. Dat zou mooi zijn, helemaal als we dingen kunnen opgraven of zo, dat we daar echt van die marsmannetjes nog tegen komen. Dat is meer dat total recall. Hè. Die hadden ze toch ook, diep in de aarde hadden ze dan allemaal oude begravingen en die hadden dan die... Zo vaart zal het wel niet lopen. Je weet het nooit. Je weet het nooit, maar het feit is, we zijn bezig met missies. Er zijn plannen om daar te gaan wonen. Dat is natuurlijk, daar is de vlag natuurlijk vandaag uitgegaan. Er zijn twee van die missies naar Mars. Eentje in Amerika en eentje in Nederland. Ja. Hè, waar ze mensen binnen 20 jaar op Mars neer willen zetten. Ja, en als er water voorhanden is, water dat je kan ontzilten, maakt het een stuk makkelijker om daar leven op de oppervlakte vol te houden. Dus ook daar is men enthousiast. Er is ook in Amerika is er een vent die Tesla-auto's maakt. Die heeft nu al raketten die heen en weer vliegen naar die ISS. Ja. Internationale Space Station. En die wil over 40 jaar geloof ik een dorp van 80.000 man neerleggen op Mars. Dus je kunt je nog inschrijven. Ja, nou kan ik terug? Of niet? Dat weet ik niet helemaal. Oh, nou, daar hangt het wel een beetje vanaf. Dan moet je iemand meenemen waarschijnlijk. Maar goed, nou, ik weet wel iemand. Maar goed, we halen die op. We zeiden het al, er zijn boeken over. Er zijn al heel veel films over gemaakt. Ja. En er komt er weer eentje aan, hè, over leven op Mars en reizen naar Mars. Ja, dit is toevallig. Zelf, je zou het zelf wel een beetje heel toevallig kunnen noemen. Want The Martian, daar gaat het over, die komt donderdag uit. En daar is NASA heel nauw bij betrokken geweest bij het maken van die film. Zeg je nou dat het niet helemaal toevallig is?
Ik weet het niet, maar ik vind het wel opmerkelijk, laten we het zo zeggen. Waar gaat die film over precies? Het gaat over een man die eigenlijk met een missie naar Mars bezig is en daar met een groepje mensen is. Maar hij raakt zoek en bij een ontploffing en ze denken dat hij dood is en ze vertrekken. Maar hij leeft nog en dan moet hij in zijn eentje moet hij zichzelf daar te redden, zien te redden. En ja, dat is heel spannend. Hij moet allerlei kuren uithalen. Ik zag ook dat hij op een gegeven moment aan een volkstuintje begint. Om in leven te blijven natuurlijk. Om in leven. Ja, want je moet eten hebben. Ja, dat bedoel, is dus en zuurstof. En daar heb je natuurlijk weer groenten voor nodig die dat een beetje kweken. Dus het schijnt een hele goede film te zijn. Het is van Ridley Scott met Matt Damon ook bij. Dus ik ga er met extra plezier voor zitten. Even een zijspoortje, maar één ding is zeker, Mars is hot. Mars is zeker hot, ja. Dankjewel. Oké. Willem Schouten was dat. Meer nieuws op onze site telegraaf.nl. Tot zover Telegraaf vandaag. Dag.